letter. Welk elftal speel jij? Onder 9-1. Vandaag nog gespeeld? Nee. Nee, en waarom niet? Omdat we waren te veel ziek van de tegenstander. Ja, helaas hè. Ja. Hey, heb jij een favoriet speler bij Rijnsburg? Ja. Wie? Jeffrey Jongeneden. Ja. Speel jij ook in de spits? Nee. Oh. Heb jij een idee wat Rijnsburg vandaag gaat doen? Qua stand? Ja. En? 2-0. Oké. Okay. En weet je wie het eerste doelpunt gaat maken? Volgens mij jij. Huh? Volgens mij jij. Hoe dan? Ja, jij mag het eerste doelpunt maken, toch? Oh ja. Ja, was ik vergeten, hè? Ja. Oké, okay. Ik ga je heel veel succes wensen. Ja. Goedemiddag, beste sportvrienden, welkom op de Hillenhof voor de voetbalwedstrijd tussen Rijnsburg en Excelsior Maassluis. Bijzonder welkom natuurlijk aan iedereen die uit Maassluis naar Rijnsburg is toegereisd. We hopen met elkaar op een hele mooie sportieve wedstrijd. We mogen ook welkom heten namens onze wedstrijdsponsor. En dat is vandaag For Attention. For Attention is een enthousiast en dynamisch bedrijf dat beschikt over jarenlange ervaring en know-how op het gebied van bloemisterij accessoires. Zij streven naar professionele en persoonlijke wijze. Zij denken mee op professionele en persoonlijke wijze met de klantenvuur. For Attention is gevestigd op het veilingterrein van Flora Holland in Maatwijk. Voor vragen kunt u terecht op www.for-attention.com. Sponsor van de week, For Attention. De applaus is van Excelsior Maassluis en Rijnsburg Voetbal. De sportvrienden afgelopen week worden wij opgeschrikt door het overlijden van de heer Paul Zwaan. Behalve een hartstochtelijk Rijnsburgse Boys supporter is hij ook oud-voorzitter van de vriendenclub van Rijnsburgse Boys. Wij denken Paul Zwaan met 1 minuut stilte. Dank voor uw medewerking. En zoals gewoonlijk in het leven liggen vreugde en verdriet dicht bij elkaar. Want er is sprake van verdriet, nu sprake van vreugde. Want vorige week speelde Richard van Uckel zijn 250ste competitiewedstrijd voor Rijnsburgse Boys. En voor hem natuurlijk de noemen van voorzitter van de Rijnsburg, Richard van Uckel. Hij is makkelijk. Ja,
17 minuut, Excelsior van Vlaas komt op 0 tegen 1, doelpuntmaker van de 10, Daan Blij. Rijkt de Soeboos, maakt gelijk. Assist, Zellers, de goal is van Jeffrey Kullenheden. Ik heb er in de tussenstand in de tweede divisie. Ja, hier staat even het hek. De goal van Dani van der Noot. Excelsior Vlaas komt terug tot 3-2. Doelpuntmaker nummer 12, Jeremy Moreno. Wissel in het team van Excelsior Vlaas. De nummer 7, Radouan Omar Kouali van Lavenveld. Voor hem in de plaats onder nummer 13, Kilian Berghout.
Charles Jongsluis, de toekomst tot 3-3. Doelpuntmaker bij nummer 20, Seva Koert. In een 4-3 overwinning en dat zijn 3 punten voor Rijnsburg Boys. Onze dag gaat uit naar Excelsior, wat sluit tegen Rijnsburg supporters en uiteraard het bestuur van Excelsior, wat sluit voor de toekomst van Binnenhoofd. Daarnaast onze dag aan het arbitrale kwartet van hun leiding bij deze wedstrijd. Vanaf deze plek wens ik u een heel fijn weekend, maar niet nadat ik u nog even aangegeven heb op het feit dat het aanstaande donderdag avond tussen 7:30 en 7:30 kaarten gekocht kunnen worden voor de wedstrijd Big Boys, Rijnsburgse Boys. En ik wil alleen maar pillen. Over 2 weken, 15 februari, stellen wij Rijnsburgse Boys tegen de koninklijke HFC thuis. Vanaf hier, dank voor de komst. Naar Brinkelbos en een heel fijn weekend.